Hallo, ik ben Jennifer. Ik werk op Kindercentrum Plantage op de babygroep. En wij willen wat laten zien over de babymassage. Hoi, ik ben Francis. Ik werk op de babygroep van Doc. En samen zijn wij docent babymassage. En we willen je wat tips geven om thuis te doen met je kleine baby. Nou, ik ga jullie een tipje geven over buikmassage. Als je kind last heeft van obstipatie of juist van krampjes. Je moet alleen rekening mee houden dat je wel even wacht als je baby heeft gegeten. Niet gelijk masseren, dat is niet zo fijn. Maar mocht je kindje krampjes hebben, echt krampjes, dan mag je de massage niet uitvoeren. Maar dan kan je wel, als je kindje krampjes heeft, even het shirtje een beetje omhoog en het broekje, als ze dat aan heeft, wat naar beneden. En je legt één hand over de was op de buik en de andere hand doe je eronder en doe je doorwarmen. Dat doe je als je baby echt krampen heeft. Dus dan doe je echt even gewoon lekker zo vasthouden en dan gaat je kindje ontspannen. Mocht je babytje nou geen krampjes hebben, maar last van verstopping, dus het kan niet naar goed de ontlasting kwijt, dan mag je met een goede druk de baby masseren. En dan masseer je eigenlijk de hele dikke darm. Daar gebruik je een klein beetje olie voor. En dat doe je op de blote huid van de baby. En je begint aan de linkerkant met je duim. Een beetje in de lies, daar begint de dikke darm. En dan ga je met je andere duim, ga je zo wrijvend, met goede druk, je mag best wel wat kracht zetten, naar boven. Net onder de ribbenboog. Want als je de ribben opeens pak, is niet zo prettig. Dan gaat de darm de hoek om en ga je met je duimen met de darm rechts mee naar de andere kant. En de darm loopt eigenlijk een beetje tot je ribbenboog hier weer voelt. En dan ga je naar beneden en wrijf je eigenlijk zo met je duimen met goede druk de ontlasting eigenlijk naar beneden. Wat je voelt is soms is dat je in de bochten van de darm de ontlasting voelt zitten. Dus wees niet bang om heel veel druk te zetten, dat mag best. Dat kan je twee keer doen, daarna is het wel even klaar. En vaak na een paar uur zal je zien dat je kindje ontlasting krijgt. En het werkt 9 van 10 keer wel. Ik wil jullie nog een tip geven als een babytje doorkomende tandjes krijgt. Daar hebben we natuurlijk ook een massage voor. Je mag daarbij olie gebruiken, maar niet te veel. Echt een heel klein beetje dat het net wat makkelijker beweegt. Bij de massage voor de tandjes, dan masseer je eigenlijk de kaak, dus de bovenkaak. Dus dan ga je vanaf boven de lip, ga je een beetje in cirkelbewegingjes, ga je richting het oor masseren. En dat doe je aan de onderkant ook. En dan kan je al mee beginnen voordat het kindje echte tandjes krijgt. Dus als een kindje bij wijze van 3 maanden is en je begint daar al mee, dan is ze daar lekker aan gewend. Dus dan kan je dat uiteindelijk makkelijker doen. En we hebben nog een tip: als een kindje erg verkouden is, dan kan je naast het neusje bij de holtes masseren. En ook daarvoor geldt niet te veel olie, want alles wat in het gezicht komt, kunnen ze in de mond doen. Maar meestal geeft dat goede verlichting, dus ik zou zeggen, probeer het, het werkt. Ook nog een tip, maar het is eigenlijk een beetje baby yoga, is het als je kindje heel erg een voorkeurshouding heeft voor naar één kant. Dat gebeurt natuurlijk bij heel veel baby's, dat ze graag liggen met pop werkt niet zo heel erg mee, naar de ene kant. Dat je er een leuk spelletje van maakt om te leren dat het kindje ook naar de andere kant kan kijken. En dan pak je eigenlijk je baby gewoon heel voorzichtig zo beet. En je doet altijd eerst de kant waar wat ze het lekkerst vinden. En dan ga je eigenlijk met de beentjes half omheen. En dan laat je het kindje zo rollen. Net zolang tot het hoofdje meegaat. En de goede kant gaat natuurlijk gelijk mee. Dus dat is niet zo moeilijk. Maar stel nou dat je wil zorgen dat je kindje ook af en toe naar de andere kant gaat kijken. Doe je ook de andere kant. Die beentjes eroverheen. En dan zal je zien dat het veel langer duurt voordat het hoofdje meekomt. Maar hoe vaker je het oefent, hoe vaker het kind een spelletje vinden. En ze dus met een hoofdje daar naartoe gaan. Dan ga je spelenderwijs de nekspiertjes een beetje oefenen om ook naar de andere kant te kijken. En je kan er gewoon een heel leuk spelletje met je kindje van maken. Nog een leuk liedje, spelletje, een yoga spelletje voor een baby is Tikke Tik Open. Het is super simpel, maar baby's vinden het hartstikke leuk. Je pakt gewoon de handjes, die breng je naar elkaar toe. En dan zeg je tik, 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 open. En dan kijk je hoe ver een kindje weerstand biedt. En je zal zien hoe vaker je dit doet, hoe verder een kindje zich daarvoor ook blootgeeft. En hoe ontspannender een babytje wordt. Dus ook een leuk tipje. Volgende week gaan we weer een nieuw filmpje maken en dan gaan we andere tips en andere technieken aan jullie laten zien. Mocht je nog vragen hebben, kan je altijd naar de locatie Plantage of Doc bellen en vragen naar Jennifer of Francis en kunnen jullie al
wat meer tips meegeven. Dankjewel voor het kijken. Doei!